Welkom bij Praatje Politiek vanaf het mooiste plekje van Spakenburg, de Spuisluis. Praat ik met een nieuwkomer, althans in de gemeenteraad. Vandaag praat ik met Peter Nagel van de ChristenUnie, want hij gaat eind april wordt hij ingezworen in de raad. We gaan kennis met hem maken, maar eerst wat wereldse politieke zaken. Peter, welkom in Praatje Politiek. We staan hier inderdaad misschien ook wel op het mooiste plekje van Spakenburg, de Spuisluis. Vind je dat zelf ook? Ja, het is een van de mooiste plekjes van Spakenburg. Met die bottes erin is het natuurlijk altijd prachtig. En die helling is een uniek plekje. Ja. Volgens mij is er nergens in Nederland zo'n helling meer. En zeker niet die nog in gebruik is. Dus het is een uniek stukje Spakenburg. Waar we denk ik heel zuinig en ook heel trots op kunnen zijn. Dat is waar, daar ben ik het helemaal met je eens. Ik wil graag wat wereldse politieke zaken met je bespreken. Er zijn een aantal mensen geschrokken, misschien ook niet, van het aanstaande vertrek van de paus. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, kijk, wij als protestanten hebben misschien niet zo gek veel met de paus. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk een kerkelijk leider. En ja, aan de andere kant denk ik ook wel eens van, als die man zo, wat zijn gezondheid betreft, zo achteruit gaat. Dan denk ik ook dat het voor de kerk en het leiden van een kerk goed is. Dat hij dan zo verstandig is om te zeggen van, nou, ik ga niet door totdat ik erbij neerval. Maar ik ga op een gegeven moment, als het niet meer gaat, dan ga ik toch terugtreden. En dan wordt het tijd voor een andere paus. Ja. Dan zijn er ook mensen die zeggen van, ja, het is eigenlijk een paus geweest die erg conservatief is geweest. Heb jij daar zicht op? Ik denk dat dat bij de leiding van de kerk, van de Rooms-Katholieke Kerk, altijd nog wel het geval is geweest. Ja. Dat die toch altijd wat conservatiever is dan de mensen in de straat en in de kerk zelf. Ja. En dat zie je wel vaker. En hij was inderdaad, denk ik, toch wel vrij conservatief, ja. Voor Nederlandse begrippen denk ik te conservatief. Ja, precies. Een ander is natuurlijk koningin Beatrix. Mijn vraag aan jou is eigenlijk van, we hadden het net over de paus, die is, meen ik, 85. De koningin 75. Minister Opstelt is 69. En noem het maar even, de gewone man of vrouw moet stoppen op 65-jarige leeftijd. Ik heb het idee dat wringt een beetje. Moet stoppen. In ieder geval, dan krijgt men AOW en dan houdt ook meestal het arbeidscontract op. Maar er zijn best wel mensen die dan doorgaan. En je ziet inderdaad wel vaker in bij leidinggevend soms en in de politiek dat ze dan toch nog wel wat langer doorgaan. En aan de andere kant, als mensen gezond zijn, kan het ook prima in principe. Dus dat wil niet zeggen dat 65 dan stoppen. Ik moet straks trouwens wel iets verder door dan 65, want het gaat wel 67 worden. Ander punt is dat we ons zorgen moeten maken over het eten van paardenvlees. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eet jij paardenvlees? Of heb je het gevoel dat je paardenvlees eet? Of hebt gegeten? Nou ja, ik eet wel eens paardenvlees. Ja. Kijk, paardenrookvlees is in principe altijd is best lekker. En met een eitje eromheen is het altijd een delicatesse, zou je bijna zeggen. Kijk, het gaat er niet zozeer om, denk ik, dat er paardenvlees gegeten wordt. Want op zich, in principe, is aan paardenvlees niks mis. Alleen wat hier misgaat, is dat ze de boel een beetje beduvelen, zeg maar. Omdat ze paardenvlees verkopen als rundvlees. En daar zit het probleem. Kijk, want er zijn mensen die zeggen, ja, een paard is een edel dier. Ik wil geen paard eten. En dat respecteer ik. Maar dat moet iedereen inderdaad zelf die afweging maken. Maar ik vind wel dat je als je zegt dat je rundvlees gaat eten, dat het dan geen paardenvlees moet zijn. Dus je moet niet, wat etiketering betreft, in het ootje genomen worden. Dat is niet goed. Nee, dat is het punt, hè. Ander punt is de SNS-bank. Het is een staatsbank, is eigenlijk de bank van ons. Dan komen er allerlei schandalen naar boven. Had de minister Dijsselbloem nou wel of niet die bank tot staatsbank moeten verheffen? Ja, dat vind ik op zich een moeilijke vraag. Ik zit helemaal niet zo heel in die financiële wereld. Maar wat ik er zelf dan van begrijp, van ja, als je dat niet doet, dan zijn de gevolgen misschien nog veel erger. En ik denk dat vanuit dat punt gezien het goed is dat hij het wel gedaan heeft om erger te voorkomen, zeg maar. Ja. Jij vindt ook wel goed dat jij ongeveer €220 bijpast? Ja, dat zal inderdaad wel moeten dat iedereen dat doet. Maar misschien was het nog wel erger geweest als we dat niet hadden gedaan. Nee. Dat kan ik moeilijk overzien, eerlijk gezegd. Ja. Nee, wat natuurlijk als ik boven kom drijven is dat dan de nieuwe president-directeur weer 5,5 ton moet gaan verdienen. Dat houdt ons allemaal bezig in de trein en op feestjes en partijen.
Ja, nou, dat vind ik inderdaad ook wel buitenproportioneel, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, kijk, we hebben toch balken en de norm en ministersalaris. En dit gaat er met een factor echt nog overheen. En dat vind ik echt wel onnodig, eerlijk gezegd. Maar het is in die financiële wereld wel zo, denk ik, dat je soms inderdaad geen mensen kunt krijgen die het voor minder willen doen. En dat daar zit een beetje het probleem. Maar die hele financiële wereld, ik denk dat de top van die financiële wereld zich eigenlijk veel te veel toe-eigent. En dat gaat toch eigenlijk toch over de rug van de gewone man, want die brengen het toch wel op. Ja, ze hebben jou niet gevraagd? Nee, ze hebben mij niet gevraagd, nee. Maar... Want dan had je misschien wel ja gezegd. Nou, tegen dat salaris misschien wel, maar wat bankieren betreft denk ik, nee, moet je echt niet bij mij zijn. Goed, we gaan straks verder aan tafel om te praten dat jij eind april tot gemeenteraadslid wordt beëdigd. Het wordt volgens mij een leuk gesprek, want ik wil heel veel van je weten. Oh, nou, ik ben benieuwd. Ik kan kijken wat we eraan kunnen doen. Ja. Oké. We gaan naar binnen, want dan gaan we verder praten met Peter Nagel.